Het Uma Gi Kraka Gi Grani evenement dat gisteren door NPS-parlementariër Patricia Etnel is georganiseerd, heeft als doel de bewustwording met betrekking tot seksisme, intimidatie en geweld tegen vrouwen op te voeren. Wij brengen bewust deze zaken dichter bij onze vrouwen om ze ondersteuning te geven, zegt Etnel. Zij geeft verder aan dat niet alleen de bewustwording van belang is, maar ook het geven van eer aan vrouwen die dat verdienen. Wanneer we merken dat er in de wereld nog steeds, maar ook in Suriname, elke dag vrouwen geweld ervaren. Elke dag. Elke dag heb je ergens in Suriname dat onze vrouwen geweld ervaren. Ook onze jonge meisjes. Dan moeten we beginnen met bewustwording. We moeten niet wachten tot het te laat is. We moeten niet wachten dat we die vrouw niet meer kunnen helpen. En u bent vandaag hier niet alleen om het geheel te ervaren als de eerste groep die mee participeren aan dit event. Maar vandaag krijgt u ook een boodschap mee. Een belangrijke boodschap om in uw omgeving te verkondigen. Om in uw gezin, in uw buurt, in uw wijk. Zodat we allemaal beseffen dat we stop moeten zeggen tegen geweld, stop tegen seksisme en stop tegen intimidatie. De vrouwen hebben presentaties gehad van twee vrouwen die zich sterk maken voor stop geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Ruth Baron en Mayra Isaias gaven uitleg waarop de vrouwen moeten letten. Geweld hoeft niet altijd te zijn dat naar voor je kiezen, toch? Huiselijk geweld kan ook zijn van molest. Maar je irriteert die. Ik heb ook een geval waar het gaat om een volwassen moeder, waarvan de kinderen verslaafd zijn. Die pura vrouw is niet aan. Die jassan, vroesan, seersan, uita of zo. Is ook huiselijk geweld. En je molesteert die vrouw, je maakt geestelijk gewoon kapot. Dat is wat er gebeurt. En het altijd met slaan te maken. Maar zelfs vernedering is ook iets waar vrouwen aan kapot gaan in een relatie. Mocht er via de politie zo'n aanmelding bij ons binnenkomen, dan pakt de politie het juridisch aspect op en wij het maatschappelijk gedeelte. Er wordt dan zo'n intake afgenomen van de dader en het slachtoffer. En de maatschappelijke werkers van de afdeling gaan dan op huisonderzoek. Om te kijken wat er is, want we hebben geleerd dat men niet alleen maar moet kijken naar de dader, naar het slachtoffer, maar ook naar de dader. Waarom gebeurt het? Waarom doet hij het? Waarom doet zij het? Toch, maar dat zijn niet alleen maar vrouwen die een slachtoffer worden van geweld, maar ook kinderen worden een slachtoffer van geweld. En mannen natuurlijk. De parlementariër hoopt dat ze met dit evenement de vrouwen een extra hart onder de riem heeft gestoken. En hoopt ook dat de informatie goed is aangekomen bij de vrouwen.